Ja, vrienden. Ja, hebben jullie hem ook gelopen? Ja, de Polonaise. Ja, handjes naar voren en hallig idee hoor. Achter elkaar, wat een feest hè. Hebben jullie dat ook gezien ook? Die voorspellingen allemaal. Zetelverdeling, Tweede Kamer. Ja. Ja, en de vaste volgers, die weten het wel hè. Ik praat altijd over de ober. De ober komt altijd langs in het leven, vrienden. En die ober die komt uiteindelijk afrekenen. En de ober, ja, maar deze ober, die is een hele hongerige ober. Ja, die ober, deze ober wil niet wachten tot de eindafrekening bij de echte verkiezingen. Deze ober die neemt nu al, ja, een voorschot. Ja, die is nu al bezig. Wat heb je gezien? Al die cijfers. Ja, die D66, die zijn die even lekker aan de beurt, zeg. Ja, dat hebben jullie en ik, wij weten dat al een hele tijd. Dat zit er aan te komen. D66 is en komt aan de beurt. En dat is nu zover. Ja, 10 zetels nog maar, vrienden, hebben ze. 10 van de 24. Heb je dat gezien? Ja, VVD. Die hebben gewoon, ja, als je er dus gewoon naar Maurice Hond kijkt, gewoon gehalveerd. Ja, van 34 naar 17. Ja, ze zijn, die ober, dat zeg ik, die pakt nu al zijn voorschot, die is nu al bezig. Ja, ze geloof met die hele coalitie hebben nog maar 38 zetels. Is dat even wat, zeg. En die BBB, ja goed, of dat nou het beloofde paradijs is, vrienden, en of dat nou allemaal is wat we ervan verwachten, dat weet ik ook niet. Maar die hebben wel 36 zetels voorlopig. En in ieder geval krijg je dan toch een soort van verandering. Ja, nou, in ieder geval moeten we uitkijken voor links, dat wel. Want dieren hebben wel 27 zeteltjes bij elkaar. Dit GroenLinks en de partij, zeg maar, het hele woke gebeuren, al die deugers. Die gasten, die moeten we goed in de gaten houden. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar voor de rest, vrienden, zijn we op de goede weg. We gaan recht vooruit naar die verkiezingen. En dan komt die ober definitief afrekenen.